Wat's up, dames en heren? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag deel ik met jullie mijn F1 2021 Baku, oftewel Azerbeidzjan setup. En dit is een stratencircuit waarbij het zweet me oprecht in de beelnaad gaat staan. Het is ontzettend snel. Het is ontzettend close richting de barrières. En je moet een afweging gaan maken. Kies je voor meer downforce en meer veiligheid, zeker in technische, op het technische gedeelte, of probeer je er toch wat aero vanaf te snijden om dat hele lange richtstuk op start-finish iemand in te kunnen halen. Ik ga voor een iets meer terughoudendere setup. Ik wil vooral in leven blijven, dat is ook vooral heel erg belangrijk in de league natuurlijk. Want je kan wel zo snel gaan als dat je zelf wil, maar als je niet bij het einde van de finish komt, dan heb je alsnog niks. En dat doen we vandaag allemaal in de Red Bull van Max Verstappen. Welkom dames en heren, we zijn hier op het circuit van Baku, Azerbeidzjan. En wat ik al zei, dit is een stratencircuit waarvan het zweetje in de beelnaad gaat staan. Het is 6 kilometer lang met 2 DRS-zones, een bijzonder technisch gedeelte. En ook een gedeelte waarbij alleen maar topsnelheid eigenlijk telt. En ik ben dan ook zeer benieuwd wat Ferrari en Red Bull in de echte wereld gaan brengen dit weekend. Wat ik zei, voor mij, ik kies voor een wat meer veiligere setup. Simpelweg omdat het finishen belangrijker is dan absoluut de snelste tijd neerzetten. Want het is toch een risk-reward afweging die je moet gaan maken. En wat ik al zei, finishen is voor mij gewoon veel belangrijker. En ik denk dat ik wel een setup heb gevonden die me dat gaat opleveren. Wat ik al zei, we doen het vandaag in de auto van Max Verstappen, Red Bull nummertje 33. En we starten dan ook vandaag vanaf de tweede plaats. Gaat het lukken om een overwinning te pakken? We gaan het zien. Maar voordat we gaan beginnen, kijken we natuurlijk heel even naar onze setup. En hier kijken we naar de aerodynamics. Ik heb frontwing 5 gezet en de rearwing op 7. Frontwing, je zou er nog wat af kunnen halen. Dat scheelt gewoon enorm veel drag op het lange rechtstuk. Ik ga voor iets meer zekerheid. Rearwing 7, dat heeft er simpelweg mee te maken dat we wat meer stabiliteit hebben tijdens de snelle bochten die hier ook in te vinden zijn. Kijken we naar de transmission, de differentieel on-throttle 82%. Voor toch wat meer tractie wanneer we weer op het gas gaan bij de wat langzame bochten. En ook 57% off-throttle voor wat meer rotatie in de auto. Kijken we suspension geometry, lijkt wat meer op wat we ook hebben gehad natuurlijk in Monaco. Min 2.7, min 1.4, 0.07 en 0.23. Gaan we naar de suspension. Wat zachtere suspension, zodat we ook wat makkelijker op de curbs kunnen rijden. En wat meer stabiliteit op die manier ook houden. Front suspension 2, rear suspension 5. Daar is hij ook wat stijver voor in voor die snelle bochten waar ik het al eerder over had. En hebben we ook wat meer stabiliteit wat dat betreft. De front anti-roll bar 7, rear 6, front ride height 3 en de rear ride height 6. Kijken we naar de remmen. 97% brake pressure, dat is vrij normaal in F1 2021 en een front brake bias van 57%. Kijken we naar de banden, dat is 21.8 PSI voor en 22.3 achter. En dit zorgt er gewoon voor dat je banden wat langer meegaan tijdens de race. Nogmaals, dit is geen time trial setup, dit is een race setup, dit is een race. Dit is een setup waarmee je gewoon races kan gaan doen. En dit is ook de setup die ik gebruik in de F1 2021 league. Bij deze, de setup, gaan we racen. Vanaf de tweede plaats dus, achter onze teamgenoot Sergio Perez. We weten hem niet in te halen, maar we kunnen misschien straks profiteren van de DRS. Want hier is het eerste lange rechtstuk, ook de eerste DRS-zone. Nu uiteraard nog niet, pas vanaf ronde 3. En hier bij de 100 meter. Vol in de ankers. En ook deze curbs wil je ten alle tijde vermijden. Hier komen we op misschien wel het meest tricky gedeelte van de baan. Toch veel overstuur hier. Dat komt ons duur te staan. Dat nemen we helemaal mee dit lange rechtstuk op. Dus volledig flat out.
deze wil je zo goed mogelijk nemen, want alles wat je hier wint, neem je mee het rechtstuk op. Wij gebruiken hier de ERS om in ieder geval een beetje aansluiting te vinden bij Perez. Mogelijk gaan we zelfs een aanval plaatsen. Hij knijpt het in ieder geval goed af. Maar wij zitten hier in de slipstream. Bottas ook redelijk vlak achter ons. Als we er zo strak achter kunnen blijven, dan gaan we pakken bij start-finish. In mijn mening is dit toch een ingewikkelde bochtencombinatie. Ik verlies hier altijd wat tijd, zoals je ziet. Zolang het maar niet dodelijk is. Wat gaan proberen, denk ik. ...80% ERS nog. DRS nog niet nodig. Bijna weer een Red Bulletje hier. Ik denk dat iedereen het incident met Ricciardo en Verstappen zich nog wel kan herinneren. Allebei er volledig af. Maar ik ben zeker de lange naam nog niet af van Checo Perez. Deze nam ik wel erg langzaam. Hier dus remmen bij de zwarte box. En insturen op ongeveer vanaf de 50 meter. En hier wil je zoveel mogelijk tractie hebben. Hier. Remmen waar de curve stoppen. Deze was niet heel lekker genomen. Maar het doet ons denk ik niet al te veel pijn. Perez op 1,5 seconden. Die heeft nu meer last van Bottas dan ik van hem. Hier ook weer, ongeveer bij de 100 meter waar de curves beginnen, vol in ankers. Ik ging terug naar 2, dat is iets te ver. Meestal kies ik daarvoor de 3 en dan snel upshiften naar 4 voor maximale tractie. Het lijkt toch wel alsof dit goed moet komen. Tenzij ik een lekker band krijg. Je weet maar nooit hier natuurlijk. Niet heel lekker, maar het is meer dan prima. Hier dus, einde van de curbs.
Als je echt heel dapper bent, kan je op dit stukje nog de curb pakken. Moet je die halverwege moet je die afsnijden. Dan zou je aardig wat tijd kunnen besparen, maar de kans is erg groot dat, dat je hem in de barrière plant. Dat is de reden waarom ik het dan ook achterwege laat. En hier maken we natuurlijk even vol gebruik van onze ERS. En inmiddels, check-up RS op 4.2 seconden. Dat was de fastest lap of the race. Keep this up. Kijk, je ziet meteen, zodra je die curb een beetje raakt, zoals ik hier net deed, begint je auto net te ver te draaien. Hier zie je de box, daar rem je. Zorg nog wel dat je niet met alle vier de wielen over die witte lijn gaat. Anders krijg je een penalty. En je zag hem hier liggen, links die de curb. Ik ga dus voor een iets zekerdere setup. Kost maar wat tijd hier op het rechte stuk. Maar wat dit betreft deert het niet. Want we zitten in de laatste ronde. En we gaan als eerste over de streep. 6,5 seconden los van Checo Perez. Max Verstappen wint hier de Grand Prix van Azerbeidzjan Baku. En ik moet zeggen, ik vind het een fantastisch circuit wanneer je eenmaal in de flow zit. En ook de auto heel weet te laten. Dat hebben we hier gelukkig gedaan. En ik ben zeer benieuwd wat we dit weekend te zien gaan krijgen. We hebben natuurlijk de Ferrari die als een mes, als een warm mes door boter heen snijdt. En natuurlijk de Red Bull van Max Verstappen die een ongelofelijke topsnelheid heeft. Gaat een interessante battle worden tussen die twee. Voor nu was dit de race van Azerbeidzjan en mijn setup die ik gebruik. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier bij de race en heel veel succes. Check jullie later. Ciao. Drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed